Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van NoName! Mijn naam is Michael en vandaag heb ik nog niet echt veel superleuke dingen meegemaakt. Maar ik heb afgelopen week heb ik wel heel veel leuke dingen gedaan. Ik heb afgesproken met Senna en we vonden het ook leuk om even een leuke video te maken. En hier zijn de beelden van afgelopen week. Hoe vind je het hier in het dorp? Oké, doei! Oh, yo! Oh my god, nee! Waarom deed ik dit? Oh, de stekel zit in mijn handen! Oh. Kom je eruit? Oh. Au, au! A few moments later. Het zijn er zoveel. Oh, ze zitten gewoon in mijn benen gewoon. Hier zit er ook nog één. Kijk, ik zie nog een hele spoor. Oké, kom. We gaan eruit. Stap jongen, stapje. Dit is echt een hel. Zo zien die dons eruit. Kijk hoe lang. Daarom is het ook zo pijnlijk. Knip. Iedereen heeft wel zo'n stoel in je kamer die gebruikt voor alles. Kledingkast, boekenkast. Noem het maar op. Oké, ik ben klaar. Ik kom eraan. Leuk bril trouwens. Thanks. En hoe is het met de dons en zo? Er zitten er nog een paar in mijn hand hier. Maar je kan je wel een leuk grapje over maken, hè? Wat dan? Nu ben je een echte doorner. Een doornbewoner. Wow. Jullie weten dat ik van appelsap hou, hè? Maar ik heb jullie nog nooit echt laten zien hoeveel appelsap ik eigenlijk echt heb. En nu krijgen jullie de kans om het te zien. Dus dat. Oh, ik ga trouwens nu ook appelsap nemen. Maar volgens mij zit hier ook nog appelsap. Oh nee, niet. Geen appelsap. Maar ja, mijn moeder koopt echt veel appelsap, omdat ja... Ik denk dat ik gemiddeld zo'n 2 pakken per week wel opdrink. In mijn eentje. Makkelijk. Aha, maar Michael. Ja? Dit bevestigt alleen dat je raar bent. Knip. Michael, hier zo, heeft nog nooit olijven en ook nog nooit sushi gegeten. En dat vond ik een schande. Dus daarom moet hij het even in zijn schot houden. Oké dan. Je moet ook nog vertellen wat ik ervan vind. Ja. Oké. En als hij het echt heel erg vies vindt, dan hebben we ook nog grillworst, want hij houdt Michael wel. Ja, ik denk dat die wel lekker is, ja. Oké, laten we beginnen met het allervieste wat er denk ik is. Olijven. Het ziet er zo vies uit gewoon. Hoe lust je dan nou? Ik ruik het al vanaf hier. Ik word ziek. Pak er maar in. Godverdomme! Wat een aansteller. Dat hoorde ik! Thanks. Dit is ook echt nodig, ja. Nou, beschrijf de smaak. Wil je er nog even aan ruiken? Ik weet niet, het smaakt naar zo... Oké. Dit zal echt raar klinken, maar het smaakt naar een soort van worst of zo. Bedoel je de worst of de olijf? Olijven. Ja. Hoe kan het naar worst? Ja, dat weet ik niet. Moet je aan de olijven vragen? Deze ziet er wel lekker uit. Dus deze bedoel je? Nee, deze. Die? Ja. Ja. Bruh. Hoe moet dat dan? Ik heb het gewoon kapot gemaakt. In één keer? Ja, in één keer. Ja, hoe dan? Hoe gaat die posten? Oh. Dat is een beetje lekker. Wat vind je er vies aan? Het is wel heel veel rijst. Knip. Oké, en nu kies maar eentje welke je wilt. Ik vind die met zalm, die lijkt me wel lekker. Ja? Ik hou van zalm en ik hou van rijst. Dus ik hou ook van rijst en zalm. Niet te hard knijpen. Nee, dat is echt niet lekker. Ik moet af. Oh. Jij lust ook olijven. Ik weet niet hoe jij dat door je strot krijgt, maar ik krijg dat niet hoor. Jawel. Niet? Een beetje. Ja, deze vind ik niet zo lekker. Hoezo niet? Dit is komkommer lekker. Ah ja, komkommer. Ja, kan wel. Die is wel, ik zeg wel lekker. Dus nu de laatste.
En wat is dat? Er zit ook zalm in. Ik denk het, ik weet het niet. Zalm, komkommer en... Zit er alles bij elkaar, zit er gewoon in. Dat past er wel in. Wat zei je erbij? Dat zei je, oké. Hoe kan je die nou zo vies vinden? Wat staat erin? Rijst, zalm, komkommer. Ja. Hou je van rijst? Ja. Hou je van zalm? Ja. Hou je van komkommer? Ja. Oké, maak niet uit. Neem mijn worstje. Ja, oh, die vind ik wel lekker. Ja, die worstjes zijn wel lekker. Echt goede worst, jongens. Goede worst, €2 maar. Knip. Oké, de plannen zijn een beetje veranderd. Wat ik jullie wilde vertellen was, net belde iemand aan, dat was een van mijn leerlingen, die heel graag training wilde hebben in Jansu. Jansu in de sneeuw, hoe leuk is dat? Dat lijkt me gewoon super awesome. En Senna kan voor de eerste keer gewoon live zien hoe dat eruit ziet. A few moments later. Oké, goed. Ik ga nu Reza les geven. Hij is een van mijn allerjongste leerlingen. Hij is heel energiek. En ik ben ook heel gek. Jullie... En Michael is ook gek, dus daarom. Maar hij wil heel graag weer les hebben. Jansu, voor de mensen die het nog niet kennen, is een zwaardvechtsport. Natuurlijk laat ik dit jongetje nog niet... Nog een jongetje? Ik ben een grote leraar. Oh, ja. Maar natuurlijk laat ik hem nog niet vechten met echte zwaarden. Omdat dat heel erg gevaarlijk is. En daarom train ik hem nog met stokken. En wordt hij ouder, dan gaat hij zwaarden gebruiken. Maar goed. Laten we beginnen. Heb jij nou Chinese zwaard? Reza, gevechtshouding. Okay. Ben je er klaar voor? Ja. We beginnen rustig aan, dit is warm training, ja? Fight. Fight, ik heb een ijsbad. Oh. Oké. Okay. Nog een beetje, goed zo, laag. Andere kant. Hoog. Laag. Goed zo. Oh, let op jou. Je weet het, als je aanvalt, kan de tegenstander elk moment ook terug aanvallen. Dus je moet altijd de verdediging goed hebben, ja? Ah, dat wordt moeilijk. Fight. Ja. Ah. Oké, let op, ja? Als je aanvalt. Laag. Nog een keer, hoog. Laag. Hoog. Oh. Ja! Nee, wapen is hoog tot schouder. Schouder, wist je nog schouder? Ah ja. Houd je wapen zo. Ah. En dan schouder. Zo, goed zo. Laag. Oh. Nou, twee, zijn je moeilijk. Ik weet niet welke kant ik plaats. Oké. Hey, let op de verdediging. Hou je wapen altijd omhoog, ja? Oké. Als ik heb laag. Ik had je been kunnen raken. Let op. Hoog. Goed zo, goed zo. Jij moet je allergoedste been. Om allerbest. Ja. Met één of twee wapens. Eén stop. Om alle best? Ja. Met één of twee handen? Één. Eén hand. Wat is dit, de bamboestok? Dat kan. Nee, dat maak je al in één keer af. Dat gaan we niet doen. Nee, gaan we de bamboestok doen. Om alle best? Ja. Oké, voor deze ene keer. Maar dat wil je nooit meer. Echt wel. Oké. Klaar voor? Ja. Maar ik ben niet China. Ja, jij komt uit China. Want de bamboe komt ook uit China. Oh. Nou, ik wil niet meer. Fight. Minutes later. Hoe dacht je aangerennen? Oké, we zijn nu klaar met de fotoshoot. Senna, wat vond jij ervan? Ik vond het heel erg leuk. Het was wel een beetje koud, maar het is wel echt koud. En trouwens, dat is wel leuk om te weten. Deze jonge dame heeft een rijbewijs gehaald. Yep. Ik ben wel trots op haar, hoor. En, het was zo eng. Het is zeg maar, je schat het super eng in, maar dan kom je eraan en dan uiteindelijk achteraf denk je echt zo'n eigen viel wel mee. Maar het is gewoon zo, ik was zo bang toen ik daar in die auto zat. Maar voor degene die nog examen moeten doen, het komt goed. Blijf gewoon focussen. Iedereen doet het, ook met de sneeuw, je kan het. Als je je afvraagt hoe je een no-namer wordt, pak je vuist en sla zo hard als je kan op die subscribe button. En dan ben je ook een no-namer. Vergeet niet de duimpjes omhoog te doen. En ik zie jullie weer, guys. Tot de volgende keer. Doei!